Praat met majesteit. Majesteit, u kunt beginnen. Lieve landgenoten, ik wil u graag bedanken voor alle mooie cadeaus en bloemen die ik mocht ontvangen ter ere van mijn 75ste verjaardag. Ook op de aanstaande troonopvolging is met zoveel positieve enthousiasme gereageerd dat ik u met al mijn hartelijkheid nogmaals wil bedanken. Pardon, zo, knip het uit. Momentje hoor, knip dit toch uit? Ja hoor. U knipt mijn poezer ook uit. Ja, u kunt gewoon teruggaan. Oh. Zo. Alex, en hier met je moeder. Nee, Alex. Nee, nu even, ik zit midden in een reportage zeg. Nee, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Hè? Het hele kabinet is langs geweest. Ja, en wat zei Rutte toen? Je doet het. En wat zei je moeder toen? Je doet het. En weet je wat je gaat doen, Alex? Je doet het, je doet het, je doet het. Hè? Heel goed. Goed zo, hè? Nou, nee, vanavond. Ik kan vanavond niet oppassen. Nee, nee. Ook daar heb je moeder afstand van genomen. Ja. Weet je wat je doet, Alex? Je belt de moeder van Maxima maar, hè? Of de vader? De vader? Ja. Alex? Alex? Nou, die is boos. Waar waren we gebleven? Moment hoor. Oh ja. Wat ik nog even met u wil delen, is het volgende. Wij betreuren het ten zeerste dat wij de meest walgelijke foto's tegenkomen op het internet. Op Hives, Facebook, Twitter. Ik heb een paar voorbeelden. Ik heb hier Alex, een veel te grote krop. Ik heb hier nogmaals Alex. En een beetje wat van mij. Oh, dat is toch verschrikkelijk. Hier heb ik iets. Ja, dat lijkt helemaal nergens op. En ook nog een welpie. Van ons hoeft dat allemaal niet, hè? Maar goed. Ik zal zeggen, leve de koning. Leve Alex.